heeft een hondje tegen de muur aangeplast, op de grond geplast. Ach, dat is Baloetje geweest, denk ik. Wil jij even dweilen? Leuk beroep, hondentrainer. Goed zo, Freddy. Ja, 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 heel goed. Vroeger werden honden gebruikt voor de jacht en om het landgoed te bewaken. Nou, tegenwoordig zijn het gezelschapsdieren. Wij zijn er dol op. En we verzorgen ze goed, we geven ze lekker te eten. En we zorgen goed voor de vacht. En dat is precies wat een hondentrimmer doet. En de 13-jarige Lisa wil later ook iets met honden doen. Misschien dus wel hondentrimmer. Ach, wat ben je een mooie meid. Ja, wat ben jij een mooie meid. En ik ben nu in Den Bosch, in de straat waar Lisa woont. En Lisa weet dus niet dat ze vandaag een dagje mee gaat lopen in de trimsalon. Ik ga zo meteen aanbellen en dat aanbellen kunnen jullie ook gaan doen. Ja, echt waar. Als je je abonneert op ons YouTube-kanaal of je gaat je abonneren, dan kan je het notificatiebelletje aanklikken. Oh ja, dan ziet ze mij natuurlijk al. We gaan bukken, want dan ziet ze mij al. Oh, zo ziet ze mij ook. Maar ja, maakt ook niet uit. Ja, goedemorgen. Hoe is het met je? Goed. Jij bent Lisa, denk ik, hè? Ja, klopt. En ik ben Jochem. Ja, weet ik. Heb je enig idee waarom ik hier ben op deze vroege ochtend? Ik heb een opgegeven van later als ik groot ben. Juist, later als ik groot ben, klopt. Dus jij weet eigenlijk al wat je later wil gaan worden? Ja, sowieso iets met honden. Sowieso iets met honden? Dan denk ik dat ik leuk nieuws voor je heb. Nee, die laat maar buiten. Nee, joh, die hoeven niet mee naar binnen. Nee, alsjeblieft, want anders wordt alles opgenomen. En heb je dat al lang in je hoofd, dat je later iets met honden zou willen gaan doen? Ja, eigenlijk wel, sinds dat ik een hond heb. Ja, en want hoe heet deze? Daisy. Maar ik vind het gewoon hele leuke dieren. Je kunt ze ook van alles leren en zo. En dat vind ik ook heel leuk om te doen. Kan Daisy ook bijzondere dingen anders dan gewoon zitten en een pootje geven? Ja. Ja? Wat dan? Goed zo. De hoepel. Goed zo. Goed zo. De hoepel. De hoepel. Nu zijn we op, dames en heren. Ik denk dat Daisy een beetje verslag is van ja, al die mannen, cameraman en ik. Lisa, voordat we aan de slag gaan, even een paar vragen om een beetje een inzicht te krijgen of jij weet hoeveel huisdieren we bijvoorbeeld in Nederland hebben. Ja. Wat denk je? 16 miljoen. 16 miljoen, dus bijna iedereen heeft volgens jou wel een huisdier? Ja, kan ook een kanarie zijn of een vis. Het zijn er 27 miljoen. En hoeveel procent van de huishoudens hebben één of meerdere honden? Een kwart. Kwart? Nou, zit in de buurt. 18 procent. Ja. Nou is er de ABHB, daar heb je nog nooit van gehoord. De Algemene Belangenvereniging voor het huisdiertoiletterenbedrijf. En wat zij doen is, zij geven kennis en informatie aan alle trimsalons van Nederland. Die zorgen dat zij hun werk goed kunnen doen. En één van die trimsalons is Hondentrimsalon Does. Ja. Lijkt het je wat? Ja, zeker. Begint het dan te kriebelen? Ja. Ja? Ja. Dan gaan we heel snel naar binnen. Kom. Okay. Miranda, voor jou goed om te weten dat we hier een echte hondenliefhebber hebben. Helemaal leuk. En ik vind het zelf ook leuk om hier te zijn, want ik breng altijd mijn twee boemetjes naar de trimsalon. En dan komen ze natuurlijk netjes terug, maar dan weet ik nooit wat er in de tussentijd gebeurt. En vandaag ga ik dat meemaken. Ja, absoluut. Ja. Over een kwartiertje of zo. Dan komen de twee hondjes, dan gaan we in het grote bad gaan we die wassen. Als we die gewassen hebben, gaan we een beetje afdrogen, gaan we feunen. Daar beginnen we mee. Wat vind je het leukst aan hier werken? Dat je de klanten altijd blij maakt, mensen blij maakt. Maar ook voor de hondjes te verzorgen natuurlijk. Hebben ze echt nodig. Oké. Nou. Staat leuk? Ja, Lila. Ik doe het goed in Lila. Ik krijg altijd goede professioneel. Ja. Absoluut. Wat ik altijd doe, wat leuk is, je zegt tegen de hond, zeg je eerst goedemiddag. Hallo Freddy, leuk dat je er weer bent. Kom binnen. Dan rij je naar die mevrouw toe en zeg tegen die mevrouw, goedemiddag. Ja. Of er nog bijzonderheden zijn. Heeft de hond een oorontsteking? Heeft hij een wondje aan zijn voet waar we rekening mee moeten houden? Pak je de halsband van de hond en dan loop je naar binnen toe. En dan gaan we aan de slag. Nou, hallo. Zeg. Hoi Freddy. Ik denk dat Freddy. Hi. Kijk, Freddy heeft er zin in. Nou. Ja. Ga maar naartoe. Hallo. Hoi. Hallo. Lisa. Waar was die? En dit is Freddy. Hallo. Freddy is een meisje. Ja. Een stoere meid. Ja. Moet gewoon hetzelfde als altijd? Ja, graag. Ja. Okay. Freddy, misschien een beetje last van de oren. Oké. Ik laat het niet met jou. Dankjewel. Ja. Want ik ga nog even naar mijn werk.
Ja. Kom maar, Freddy. Ga mee. Goed zo. Goed zo. Nou, goed gedaan. Hallo. Kijk, Freddy wil al op tafel. Goed zo, Freddy. Dus hetzelfde kapsel en dan weet jij dat wat voor kapsel dat moet. Bijzonderheden? Jij had misschien een beetje last van zijn oren. Van zijn oren? Oké. Dan houden we daar even rekening mee. Ja. En dan zie je misschien zo'n groot oor of zo. En dan geef ik wel altijd aan die mevrouw door, als ze het nog niet gezegd heeft. Ja. Dan zeg ik altijd wel van, ik denk dat ze misschien een beetje last heeft van de oren. Moet je maar eens een keertje naar de dierenarts toe gaan. Ja. Want wij mogen niet zeggen van, het is een oorontsteking. Ja. Wij zijn geen dokter, dus dat mogen we niet. Maar we zien het wel. Ja. Ja. Nou. Nou, vraag maar of ze mee in bad gaat. Ga je mee in bad? Die twee. Dan geef ik gewoon een zetje. Nou, Freddy zit inmiddels in de badkuip. Oh, het riempje. Ja. Die hoeft niet meegewassen te worden. Miranda, wat ik me afvroeg, zijn er nou hondenrassen die moeilijk zijn om te trimmen? Nee, ik kan ook niet zeggen dat dat echt rastypisch gedrag is dan. Het is vaak, als jij nooit geborsteld wordt en je komt hier in een vreemde omgeving met vreemde mensen en je moet op een tafel gaan staan en ze gaan je borstelen. Nou, je kent het niet. Maakt niet uit of je dan een tekkel bent of een boemeltje bent of een Sint-Bernard bent, dan is het spannend. Okay. Ja. Mag jij van mij heel even het riempje? We hebben daar van die groene laadjes. Ja. Ik ga jou lekker wassen. He? We doen direct een laagje water erin. Daarin doen we de shampoo. Zet ik deze aan. En daar kunnen we zo mee wassen. Even wachten tot het water een beetje warm wordt. Opletten dat je nooit zo met die slang in het oor spuit. Dat is ook niet fijn. Nee. Leg ik deze erin. Kan er nog een beetje water vullen. Lisa, heb je ooit wel eens een hond getrimd of gewassen? Want Daisy, die is kortharig, daar hoef je niet zoveel mee, denk ik, hè? Ja, die wassen we gewoon thuis in de douche, maar voor de rest niet eigenlijk. Is die al zo lekker ingesopt? Goed zo, Freddy. Koetjes lekker wassen, billen wassen. Als jij aan deze kant van mij wil gaan staan, dan geef ik deze aan jou. Ja. Nou, dan maar eens even kijken. Gewoon heel rustig ga je gewoon zo helemaal zijn lijfje af. Dat is vreemd, hè? Dan mag je zo door het bekje een beetje optillen. Pak je hier zo vast, dan kan je hem hier ook nog een beetje doen. Hey Lisa, hoe vind je het om te doen? Ja, wel leuk. Mooi, ik zat me te bedenken, moet je ook niet een beetje blijven praten met de hond? Ja, meestal doen we wel. Ik vind hondjes ook wel leuk altijd, hè? Ik doe thuis altijd, ga ik een octaafje hoger en ik herhaal het altijd. Ja, ja, dat, ja. Zo gaat het lekker, hè? Ja, gaat lekker. Wat ben je zo knappe kontje zo? Knappe kontje. Goed zo, Freddy. Ja, goed zo, Freddy. Freddy kijkt me aan alsof ze wil zeggen, die is niet helemaal af. Ja, nou, dat is goed. Dan ga ik deze uitzetten. Oké. Okay. Ja. Champonelle is gebeurd. Ja. Kijk, zo vies water. Oh ja. Dan halen we die zwarte dop, halen we het weg. En dan gaan we ze uitspoelen. Ik vind dat Freddy het fantastisch doet. Heel goed. Jij doet het ook leuk. Dankjewel. Maar Freddy, die laat het gewoon allemaal gebeuren. Is het een lange studie om hondentrimmer te worden? Of? Minimaal 80 stagedagen moet je lopen. En na die 80 verplichte stagedagen mag je op examen. Dat kunnen we al tellen als één, hè, deze? Ja, dat is goed. Ik zal hem aftekenen. Goed zo. En dat gemiddeld moet je dan rekenen op 10 theorielessen die je moet doen. Je hebt wel zo'n dik boek wat je moet leren. Het theorie-examen wat erbij hoort en de 80 praktijkdagen. Minimaal. Minimaal. Zo. Oh, ja toch. Zo. Mag je het lusje even zo omhoog doen? Ja. Dan doen we altijd ook een hoodie op. Tot feun maakt best wel veel herrie. Ja. Maar dit is dus echt voor het geluid. Voor het geluid en de wind. En de wind. En de wind. Ah, oké. Okay. Ja. Freddy, wat ben je mooi. Ja. We hebben nog even een spraytje. Ja. Dus een soft conditioner is het. Ja. Dan als we straks gaan borstelen en kammen, kunnen we iets makkelijker door de vacht komen. Zeker bij hondjes die wat langer haar hebben. Ze wil graag met haar hoofd naar buiten kijken, zo. Kom maar. Naar buiten. Ja, helemaal goed zo. Ik heb wel in de gaten, je moet een aantal dingen wel beschikken als karakter. Je moet geduldig zijn.
Je moet niet bang voor honden zijn natuurlijk. Nee. En je moet ook uithoudingsvermogen hebben. Want het is, je staat de hele tijd, of niet? Ja. En dan ben ik benieuwd wat nu het volgende is. Ja, dan gaan we altijd de nageltjes nakijken. Of daar een stukje van af moet geknipt worden. En dan gaan we borstelen. Ja, en Lisa, jij wist hoe je kon zien of een nageltje al dan niet te lang is, hè? Als je hand op de grond staat en de nagels komen tegen de grond aan, dan zijn ze te lang. Kan nog wel net, hè? Ja. Voor de zekerheid halen we toch een klein stukje eraf. Ja. Nou, eerst met een kleine tondeuze. Volgende pootje. Als ik hem nou net te ver ga knippen, dan zit ik in dat bloedvat en dan heb je een beetje bloed. Dus wij knippen daar een klein stukje vanaf. Ja. Dat betekent dus ook dat je als hondentrimmer een soort van honden-EHBO moet hebben gehad. Ja, ook dat. Ja, dat zit ook een stukje in de theorie, zit dat. Ja. Zo, dan was het onderdeeltje nagels knippen al en dat had Freddy goed gedaan. Zeg dat hij het goed gedaan heeft. Goed gedaan, Freddy. Ja. Miranda, nu gaat eigenlijk het echte trimmen pas beginnen. Want we hebben gechamponeld, gewast, uitgespoeld, gefeund. Geborsteld, nu begint gekampt. De kapper eigenlijk, het kapgedeelte. Ja. Toch? Ja, dat klopt inderdaad. Daar zijn verschillende technieken. Knippen, dat doe je met een grote rechte schaar. Daar vak je mee in korten, ga je zo knippen. Daar hebben we ook nog een effileerschaar voor. Ga je het uitdunnen, maar kan je ook mee inkorten. Dan heb je nog vakjes, dat zijn ruwharige hondjes, zoals een ruwharige tackle en zo. Die vakjes, die pluk je. Die gaan één keer in de 4, 5, 6 maanden. Pluk je daar de bovenvachten van uit. Pluk is gewoon eruit trekken. Doet niet zeer, plukken. Daar hebben we deze vingertjes voor, die heb ik net even al aangedaan. Okay. Heb je net iets meer grip. Deze hond kunnen we niet plukken, maar dan pluk je de vacht eruit, dan groeit er weer een nieuw vachtje. Tondeuzen, daar kun je verschillende standen mee doen. Kan je zeggen, nou doe maar helemaal lekker alles kort, alles eraf, ook fijn. Maar je kan ook zeggen van, ik wil wat meer lengte hebben. En dan kunnen we met de tondeuzen doen. Heel veel verschillende technieken. Ja, vanaf welke leeftijd kan je hond eigenlijk laten trimmen? Puppies. Je kan een puppy al, als hij helemaal volledig ingeënt is, hè, want de puppy moet je altijd inenten. En als hij al die inentingen heeft gehad, dan mag hij naar de trimsalon. Volgens mij is Freddy inmiddels al trimrijp. Ja. Is het spannend? Nee. Er heeft een hondje tegen de muur aangeplast, op de grond geplast. Ach, dat is Baloetje geweest, denk ik. Dat denk ik, dat heeft Baloetje. Ja. Moest echt plassen. Wil jij even dweilen? Daar achter je staat de dweil. Oh. Dan kan je dat even opdoen. Tuurlijk, ja. Eigenlijk hoort dat, eigenlijk is dat... Nee, dat kan jij best wel doen. Nee, men kan dat best vind ik wel. Dat is goed. Ach, Baloetje toch! Kijk eens. Leuk beroep, hondentrimmer. Zo, volgens mij is Freddy klaar. Wat is ze mooi! Ach, goed Freddy! Gedaan. Ja, oh, een kus als dank. Oké, goed zo. Jij bent klaar. Dat is het mooiste compliment toch wat je kunt krijgen. Ja, leuk hè. Dankjewel. Je mag altijd terugkomen hier. Ja. Nou, dankjewel dat we het allemaal mochten volgen. Dankjewel. Doei. 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 Zo, nou ja, nou weet je wat ik je ga vragen. Ja. Want ik heb natuurlijk je vandaag een beetje in de gaten gehouden. Ik heb je aan het werk gezien. Mm-hmm. Als ik je nu vraag, wat wil je later worden? Wat zeg je dan? Hondentrimmer. Echt? Ja. Ja? En wat vond je het leukst om te doen? Borstelen en dan met de tondeuzen. Ja. Ik heb ook altijd nog een aantal vragen om zeker te weten dat je ook een beetje hebt opgelet. Hoeveel huisdieren hebben we in Nederland? 27 miljoen. Helemaal goed. Hoeveel stagedagen moet je minimaal lopen om hondentrimmer te worden? 80. Naast de theorie. 80 is ook goed. En de laatste is niet voor jou, maar voor thuis. Dat is waar werden de honden vroeger voor gebruikt. Ja, ook als gezelschapshond misschien een beetje, maar dan hadden we een ander doel. We hadden twee andere belangrijke taken. Als je dat weet, dan geef dat maar door. Op onze site. En als je denkt, ja, zo'n stage, ja, leuker wordt het toch niet meer? Dat is te gek. Dat wil ik ook. Ga dan naar onze site en geef je op. En abonneer je natuurlijk op ons YouTube-kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alles, maar ook alles wat met later als ik groot ben te maken heeft. Ik zeg tot in volgende. Hoe laat werd Freddy opgehaald, weet je het? 4 uur. 4 uur. Nou, dan is over 4 mag je Freddy nog even lekker bezig houden. Ja. Doeg! Deze aflevering van Later als ik groot ben is mede mogelijk gemaakt door de Algemene Belangenvereniging voor het huisdiertoiletteerbedrijf.